Wij zijn Ellie en Sien en beiden lector lichamelijke opvoeding hier aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn. Wij geven lessen lichamelijke opvoeding in de opleiding basisonderwijs en secundair onderwijs en zijn eigenlijk dagdagelijks bezig met het uitzetten van een bobbelbaan. Ja, enerzijds via onze lessen die we geven, maar anderzijds ook via de stages. Dus ook in de stages verwachten we dat de studenten die bobbelbanen gaan integreren. En wij zijn dus samen bezig met onderzoek ook naar de bobbelbanen, om eigenlijk het effect bij de kleuters te gaan bekijken. Een bobbelbaan is eigenlijk een zachte hindernisbaan, dus daar gaan we heel veel in gaan variëren. En het is de bedoeling dat er heel veel matjes aanwezig zijn om eigenlijk ook die veiligheid te garanderen, vandaar ook de naam zachte bobbelbaan. Ja, er staan heel wat hindernissen in die bobbelbaan. Kinderen krijgen een doel voor ogen en ze gaan zelf op zoek naar hoe zij die hindernis gaan nemen. Dus vandaag bijvoorbeeld staat de bobbelbaan uit in het thema steunspringen. Kinderen weten dat zij een steunsprong moeten laten zien, maar welke steunsprong ze laten zien en hoe ze die uitvoeren, dat beslissen zij zelf. De bobbelbanen zijn vrij intensief, want eigenlijk in 10 minuten gaan ze ongeveer 240 sprongen uitoefenen. Dus je ziet ook meteen al dat de leerlingen enorm een blush op hun wangen gaan krijgen, dus enorm rode wangetjes hebben en ook beginnen zweten. Dus de intensiviteit kun je eigenlijk gewoon al op de leerlingen gaan aflezen. In bobbelbanen halen wij ook de norm eraf. Wat betekent dat kinderen eigenlijk hier op hun eigen niveau gaan bewegen? Dus elk kind komt hier aan zijn trekken. In een bobbelbaan zetten wij bijvoorbeeld ook bypasses uit. Kinderen kunnen dan gaan inhalen. Ja, hè, bobbelbanen zijn ontzettend leuk. De kinderen die in de bobbelbanen bewegen, die zien we ook echt bewegen met een brede glimlach. Die willen zelf niet terug naar huis. Waarom zijn ze ontzettend leuk? Dat is omdat ze op eigen niveau kunnen bewegen. En door het feit dat een kind op eigen niveau kan bewegen, betekent ook dat hij succes ervaart. En we weten allemaal vanuit onderzoek en dagdagelijks ervaring dat als je succes ervaart, dat je ook een stuk gemotiveerder bent om te bewegen. Dus wij komen ook op die manier tegemoet aan het feit dat we kinderen gemotiveerd willen laten bewegen om ook levenslang met plezier te laten bewegen. Zodat de leerlingen eigenlijk zelf keuzes kunnen maken en zichzelf ook veilig voelen in de bewegingen die ze al of niet gaan uitvoeren, zullen er ook minder accidenten gebeuren. We zelf hebben ook nog geen accidenten tegengekomen de afgelopen jaren, dus dat is ook wel een succesverhaal dan uiteindelijk. Bobbelbanen zijn ontzettend combineerbaar. Door op voorhand goed na te denken over welke hoogte en welke toestellen je gaat aanbieden, heb je een enorm bereik in de leerlijnen. Als wij bijvoorbeeld toestellen gaan aanbieden op enkel hoogte, dan kunnen wij de kinderen er kunnen laten overgaan binnen de leerlijn lopen. Maar wij kunnen even goed hen vragen om te kruipen en te sluipen over de bobbelbaan. Zetten wij bijvoorbeeld de toestellen uit op kniehoogte, dan komen wij tot lopen en springen. Kan je daar ook in gaan steunspringen. Maar je kan evengoed aan de kinderen vragen om een toestel te gaan overschrijden met een rol. Dan zitten we binnen de leerlijn rollen. Gaan wij de toestellen gaan uitzetten op heuphoogte en of hoger, dan komen wij toe aan de leerlijn klimmen en klauteren. Waardoor dat je ziet dat je enorm bereik hebt in de leerlijnen die je met kinderen kan gaan aanbieden. Bovendien sluit dat ook aan bij de nieuwste inzichten die we hebben van het motorisch leren en van de motorische ontwikkeling van de leerlingen. De rol van de leerkracht is nu eigenlijk eerder optreden als coach. Het is eigenlijk ook de bedoeling dat de leerlingen zelf dingen gaan ontdekken, want aldoende leert men ook het best. En zo sluiten we natuurlijk ook aan op de nieuwste inzichten van dat motorische leren. Kinderen gaan hier ook zelf hun eigen grenzen gaan ontdekken. Het is niet eigenlijk de leerkracht die gaat gaan vertellen wat zij moeten doen en hoe ze het moeten doen. Dus zij gaan zelf op ontdekking. Wat ontzettend belangrijk is als we kijken naar onze visie binnen de leerplannen en naar de leerplandoelen zelf, dan wordt daar ook helemaal in het begin al gevraagd om op zoek te gaan naar de eigen bewegingsmogelijkheden. En daar komt een bobbelbaan enorm aan tegemoet.